Welkom weer terug bij een nieuwe weekvlog. Ik ben nu op het werk. Ik heb mij nu even hier apart gezet om door te kunnen werken. Mega tof, we hebben hier zo van die allemaal hokjes dat je vindt zitten. Achter mij zo'n whiteboard om te brainstormen en zo. Ik ben momenteel in The Brain Embassy in Antwerpen, een coworking space. Waar ik momenteel 2 maanden aan het werk ben als student. Ik ben net de sleutels van mijn appartement gaan ophalen bij het IMO-kantoor. What the fuck, mijn dak kan niet meer ziek. Maandag probeer ik altijd naar de winkel te gaan, zodat ik eten heb voor heel de week. Dus dat is wat we nu gaan doen. Goedemorgen, ik ben weer onderweg naar Brain Embassy. Maar amai, gisteren heb ik mijn lip verbrand. Kijk. Pijn, dat is zo raar, zo gevoelloos en zo dik. Maar at least heb ik nu een dikke onderlip. Dat is misschien niet zo speciaal, maar ik vind dat wel cool. Kijk, hè. Zie, dat is me zo van die knopjes hier. Pauline zit momenteel op TK in Bratislava, dus ik ga alle members hier laten springen en de workshop laten springen. Het is woensdag, dus betekent wat een glory dag. Shift na shift, let's go. Elke keer opnieuw. Dus ik ben dan net gaan werken bij Bouws. En dan komen er mensen voorbij, alle vrienden dat je kent. En dan zitten er nog mensen op de vismarkt. En ga je overal langs een dag zeggen. En dan blijf je toch in het drinken. En dan is het ineens bijna 12 uur. Nu moet ik nog douchen, want ja, heel de dag gewerkt. En dan een beetje in. En dan morgen terug opstaan om 6:30 of zo waarschijnlijk. Let's go, goed bezig. En ik ging slaap inhalen. Meer beginnen tegen plannen en minder dingen doen en meer rusten, maar dat zijn gewoon niet mijn woordenboek. Ik kan dat niet. Maar nu, fleur uit, want ik ga wel echt vlug douchen en slapen, want ik ben kapot. Ik dacht, oké, het wordt wel rond de 23 graden vandaag, dus ik doe een kleedje aan. Maar wow, in de ochtend, dat is het toch niet. Spolle zit momenteel in Bratislava op het Europees kampioenschap roodgebied. We hadden ook zo'n bordjes gezet overal op kantoor. Omdat we gaan livestreamen. We hebben nu een hele livestream opgezet. En check de setup. We zijn er helemaal klaar voor. Dan kan ik ons Pauline gewoon in het groot zien. Let's go. Goed gedaan, Pauline. Goed gedaan. En wil je dat in tjingen? Ting. En zie je? Kom maar, ik wil alleen de rechterkant horen. Echt absurd slecht geslapen, maar echt absurd slecht. Dus wakker te worden. Maar ik kan niet eens praten. Zeggen, een beetje wakker te worden, wat vitamintjes binnen te hebben. Heb ik een mango juice gaan halen. Ik hoop dat het mij een beetje doorheen de ochtend helpt. Maar mij, mijn stem. Nee, slaap je kort, mannen. Het is zo mooi weer, niet normaal. En onze kijkcoole campagne met Brain Embassy gaan we aan start volgende week maandag. Dus ik ga nu naar de eerste locatie waar wij onze rode strandzooi aan zitten om content te shooten. Pizza party! Hey. Welkom bij nog een episode van... Ik ga niet weggaan vanavond. Ik lag letterlijk in mijn bed. En het was 11:15 of zo en stuur. Fleur, komt je toch niet nog af? Ah, wel ja. Dus nu is het... Bijna 1 uur en terug aan het fietsen. En morgen is het verhuisdag, ik moet alles inpakken. En ik heb nog amper iets ingepakt. En Telnet komt mijn wifi installeren morgen. Bij mijn haar. En ja, die komen, maar letterlijk, die komen tussen 8 en 1. Hoe irritant zijn die uren. Maar snap wel. Het is... Iets na 7, maar het is dus zaterdag en ze komen vandaag mijn wifi installeren voor het hele
weten het. Maar ja, die komen tussen 8 en 1. Ik wil betere dingen te doen, want ik ben de hele tijd eigenlijk aan het inpakken en aan het verhuizen. Dus ik ben nu een briefje komen hangen. Ik heb gevraagd of ze mij kunnen bellen als ze er zijn, omdat ik gewoon om de hoek woon. Based on the outfit en de glitters, raad naar waar wij gaan. Nu hebben we ons net klaargemaakt voor... Tomorrowland. Kijk eens. Let's go. Gisteren was Tomorrowland. Kapot. Ik heb 30.000 stappen gezet. Maar ik ga komende 2 dagen verhuizen met mijn ouders. Want die zijn meegaan naar Tomorrowland. En die blijven nu 2 dagen in Mechelen. Dus ik ben wel kei happy. Maar ze hebben geslapen zo in een hotel V op de Vismarkt. En we gaan dan nu daar samen ontbijten. Ik ben kapot. Het is 9 uur. Ik heb misschien 5 uur geslapen of zo. Want ik was thuis tegen jou vanochtend nog wel. Maar dan daarna. En zo, het begint. Mijn het huur wordt eraf getrokken van mijn raam. Dat wil zeggen dat ik wel lijnverwijder. Nu let op de gordijnen, die gaan weg. Dat is niet mijn kleur. Lijnverwijderaar moet je nou. Ik zal wat in het zweet andere outfit aan doen. En dan gaan we beginnen. Hè. Ik moet eerst wachten, want om 11:30 is de plaatsbeschrijving. Komt er iemand kijken voor de plaatsbeschrijving? Ja, kijk. En dan kunnen we beginnen. We zijn even naar de Action geweest, hè, Soren? Wow, heel lekker vol. Mijn eerste appartementbezoekers, hè. Ik heb een boodschap hier aan met Storm. Oké, het is ondertussen zondag. Ik heb echt heel slecht gevlogd de voorbije 2 weken. Het was gewoon allemaal heel hectisch. Ik ben verhuisd. Ik heb constant dingen te doen. Ik snap het niet. Ik ben nooit thuis. Ik ben brak. Ik heb een kater, een kleine kater van gisteren. Want KW is gewoon een 3-0 tegen Union. Is denken voor updates. Ja, deze nagel. Dus tijdens verhuizen, we wouden mijn bed in de camion zetten. Ja, ik zit die daarin en dan ineens paf. Op mijn hand. Allee, op mijn vinger. Dus doei nagel. Het kon wel erger, dus wel ça va. Ja, ik zit dus in mijn nieuwe zetel. Ik zit in mijn nieuw appartement. Daar volgt ook nog wel een vlog over, denk ik. Ik zal hier en daar wel eens iets tonen. Maar sorry voor deze hectisch gedoe. Hopelijk hebben jullie toch nog genoten van deze weekvlog. En dan zie ik jullie graag volgende week.